Yara Kastelein, een tiende plaats. Kan je tevreden terugblikken op jouw Europees kampioenschap? Ja, ik heb de 3 weken uitgelegen. Ik heb 3 weken geen wedstrijden gereden. Dus dat gevoel ben je wel een beetje kwijt. En het was nog even afwachten of ik wel zou mogen rijden. Kijk, dinsdag kreeg ik goedkeuring van de doktoren. Maar dan moest ik woensdag ook nog een goede training rijden. En toen was ik pas zeker. En ja, ik had een goede start en toen zakte ik toch wel terug. Maar nu, zoals je zelf zegt, in extremis pas de goedkeuring gekregen om hier te starten na de sleutelbeenbreuk van jou in Valkenburg. Was dat mentaal misschien een opgave om die klik te zetten van ik moet mij klaarstomen richting zaterdag? Ja, ik had mijn sleutelbeen niet gebroken. Ik had een scheurtje in mijn schouderblad. En daar had ik toch wel op geen last van. Maar ik pakte eigenlijk al gauw genoeg weer de tax. Gewoon een half uurtje per keer en dan met losse handen. En dat ging wel. En dan keek ik vaak de cross op tv. Dus had ik toch wel een beetje het gevoel. Maar het moraal die zakte er wel een beetje doorheen. Want ik was in Neerpel natuurlijk ook al gevallen. En ik heb nog niet echt goede wedstrijden gereden, behalve in Den Bosch. Dus, ja. En je zei het ook al, je hebt dan op woensdag na jouw training besloten om toch te starten. Van waar had je toen het gevoel van, ja, ik ben er toch wel klaar voor? Nou, ik had geen pijn op de trainingen. Dus, en als ik geen pijn heb, dan wil ik rijden. Had je vandaag nog enige last van jouw schouder? Nee, ik had meer last van vermoeidheid dan van mijn schouders. Maar kan je nu tevreden terugkeren? Ja, ik denk het wel. Dit was het hoogst haalbare. Dus, nou, we zetten weer stapjes vooruit.